En jongens, probeer ook een beetje die anderhalve meter door blijven te houden en voorzetten. Zo is goed, zo gaat het allemaal goed. Buurtsportcoaches van Sport in Dronten geven in deze coronatijd verenigingen ondersteuning. Ze helpen bij het vinden van geschikte plekken om te kunnen sporten en geven tips bij het geven van veilige trainingen. Trainer Brian Dwars van SC Flevostar kan de hulp goed gebruiken. Vooral in de voetbalwereld is het gewoon echt best wel moeilijk om echt anderhalve meter aan te houden. Want iedereen is gewoon gewend van, oké, ze zien de bal van de tegenpartij. Dan is het ook gewoon de bedoeling van echt dat ze ten aanval gaan en ook gewoon echt proberen af te pakken. En ja, nu is het eigenlijk gewoon een beetje proberen gewoon goed in de verdediging te gaan. En proberen ze gewoon het een en ander te ontwijken. Lastig dus. En daarom helpt buurtsportcoach Joppe Ketting de vereniging met het geven van trainingen. Ja, ik begrijp het heel goed dat ze er tegenaan lopen. Want eigenlijk is het, ze geven al jaren training en het is dan een soort automatisme wordt het dan. En dan ga je toch over het hoofd zien. Nu met de nieuwe anderhalve meter samenleving is het toch een extra oog die ik geef dat ze echt moeten letten op de anderhalve meter afstand die ze sporters tussen elkaar moeten houden. En sporters met de trainer natuurlijk. Jullie doen het echt heel goed hoor, met je anderhalve meter. Er zijn veel verenigingen waar de vraag naar is. Vandaar dat we het ook eenmalig doen. Veel verenigingen vragen om het meerdere malen te doen in plaats van eenmalig. Maar daar hebben we niet genoeg buurtsportcoaches voor om meer dan één keer bij een vereniging te komen kijken. Vandaar ook eenmalig bij een vereniging komen kijken. Hup, en dan pak je hem, probeer hem of linksom om te pakken of rechtsom om te pakken. Ik heb nu nog niet hoeven in te grijpen. Ik wacht er meestal gewoon wel af. Behalve als ze echt te dicht op elkaar staan, dan loop ik even naar de trainer toe. En dan zeg ik, let echt even op die anderhalve meter samenleving. Ze staan nu te dicht op elkaar. Dus zorg even dat ze anderhalf meter zijn. En als dat niet lukt, zet dan pionnetjes neer. Bij die pion die sporten staan, bij die pion die sporten enzovoort. Als je zo ziet van hoe hun zo te werk gaan, dan gaat het gewoon echt gewoon perfect. Ja. Ze houden echt alles gewoon netjes in het gereel. Ze zorgen ook netjes, heel netjes voor dat ze dingen, dit soort velden gewoon ter beschikking komen. Dus we zijn er echt hartstikke blij mee. Ook als vereniging van Flevostar, dat we zeggen van, hier hebben wij wat mee. Netjes, netjes. Afwerken. Zonde.